Welkom bij de cursus Floreren deel 2, geschreven door Cesar Zuiderwijk en mijzelf. Centraal staan in deze cursus bassdrum, floortom en snare. En buiten beeld speel ik met mijn linkervoet de hi-hat. Komt ie aan, groove nummer 1. Ja, als je hem snel speelt, dan klinkt hij waanzinnig. Vriendin Judith zei dan ook, de vloer is lava toen ze hem snel hoorden. Komt hij aan. Ja, lekker om te spelen. Speel met de stokken mooi in het midden van het vel, zodat je sound altijd vol blijft en hetzelfde blijft. Nummer 2. Groepen van 3. Een bass en 2 slagen. Steeds rechts links. Komt hij aan. Oh ja, en 2 bassdrums op het eind natuurlijk. Liever gezegd, van de laatste 16e terug naar de eerste. Je kunt ook de eerste en tweede groove achter elkaar plakken. Groepen van 5. Bass rechts, bass rechts links. Ja, die herhaal je. Die speel je dus 3 keer. En dan haal je op het eind 1 bassdrum over. Komt ie aan. Goede oefening, goed voor de coördinatie tussen je rechterhand, of eigenlijk beide handen en je bass natuurlijk. Nummer 4, groepen van 7. Bass 2 slagen en dan bass 3 slagen, maakt samen 7. Komt ie aan. Je ziet ook dat je hier de snare trouwens de eerste keer met rechts speelt. Dus die moet je even cross-sticking over je linkerhand heen. Lekker hoor. Overnieuw. Deze is erg lastig om snel te spelen, heb ik erbij geschreven. Dat zijn ze allemaal wel. Komt ie aan op een langzaam tempo. Ja, je ziet hier ook dat je de snare samenspeelt met een floortom en op de vierde tel samen met de bass. Dan gaan we naar 6. Dit heeft een beetje iets weg van de samba groove. En dat komt door de bass vooral. Dit is eigenlijk in de voeten de basis. Je rechterhand speelt daar de eerste 2 zestien op floortom bij van elke tel. Ja. En je snare drum speelt daar in een totaal ander patroon. En die gaat als volgt. Doe ze allemaal bij elkaar.
7. Het is eigenlijk hetzelfde patroon bij 7, 8 en 9, alleen schuift hij steeds een nootje verder over de tel. Komt hij aan. Drinum, finum. Met een bass en dan komen gelijk je handen. En je ziet dat op de tweede tel komt de snare met rechts, op de derde tel met links en op de vierde tel weer met rechts. Stop mooi in het midden van het veld blijft slaan. 11A. Hier gaan we met een ostinato werken tussen floortom en bass. Die gaat als volgt. Bij 11A komt daar een snare bij op de tel. Bij 11B op de laatste van de tel. C komt hij op de tweede tel, op de eerste en derde van de triool. En dan gaan we naar 11D, komt hij op de tweede en derde van de triool. En dan komt hij bij 11E, komt hij op de eerste en laatste van de triool. Waar de tel zit, zeg maar. Als je deze combineert, 11A tot en met F, krijg je de groove die bij 12 staat. Komt die aan. Drinum, finum. Zo'n
dit was het ook. Ik hoop dat jullie heel veel succes hebben met deze cursus en dat je er mooie dingen uithaalt. Ik vind het altijd een leuke uitdaging en ook nog best wel lastig soms. Dus maar ja, dat maakt het ook juist wel weer leuk om te oefenen, toch? Veel plezier en tot de volgende!